Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over gaswisseling, of ook wel gasuitwisseling genoemd. Tijdens onze inademing komt zuurstof in onze alveoli terecht, waarna het kan worden afgegeven aan het bloed. CO2 gaat juist van het bloed naar de alveoli en dan kan het tijdens onze uitademing worden uitgeademd. Deze constante uitwisseling van zuurstof en CO2 is van levensbelang. De gaswisseling in onze longen gaat continu door onafhankelijk van onze in- en uitademing. De longen zijn namelijk nooit leeg. Er zit altijd lucht waarmee gas uitgewisseld kan worden. De ademhaling ververst die lucht alleen. De gaswisseling kan je indelen in twee stappen. De gaswisseling die plaatsvindt in de longen, oftewel de externe respiratie, en de gaswisseling die vervolgens plaatsvindt in het lichaam, dus van het bloed naar de cellen toe. Dat noemen we de interne respiratie. Laten we eerst de externe respiratie bespreken. Een alveolus heeft een hele dunne wand en dat geldt ook voor het capillair, waardoor de alveolaire lucht en het bloed heel dicht bij elkaar zitten voor een zo optimaal mogelijke gaswisseling. Even een korte herhaling. Vanuit het hart komt het zuurstofarme bloed terecht bij de longen. Vervolgens gebeurt de gaswisseling door middel van diffusie. Diffusie houdt in dat de stof van een hogere concentratie naar een lagere concentratie zal stromen. Op die manier zal het bloed weer zuurstofrijk worden. In de alveoli zit namelijk meer zuurstof dan in het zuurstofarme bloed. Dus de zuurstof zal diffunderen van de alveolaire lucht naar het bloed toe. Andersom zit er juist meer CO2 in het bloed dan in de alveolaire lucht, waardoor CO2 van het bloed naar de alveolus zal diffunderen als het bloed eenmaal langs de alveolus is gestroomd en dus weer helemaal verzadigd is van zuurstof en als een CO2 heeft kunnen afgeven, dan is het weer helemaal klaar om naar de cellen in het lichaam te gaan en die van zuurstof te voorzien. Zuurstof wordt door het bloed hoofdzakelijk vervoerd via hemoglobine dat in rode bloedcellen zit. Zuurstof bindt aan de hemoglobine en vormt zo oxyhemoglobine. Deze binding is niet zo sterk. Zoals in situaties waar weinig zuurstof aanwezig is, een lage pH heerst, een hoge CO2-concentratie of een hoge temperatuur heeft. Daar laat het zuurstof weer los van hemoglobine. En dat is ideaal, want dat betekent dat de zuurstof loslaat in de gebieden waar zuurstof het hardst nodig is. Vervolgens kan dus de gaswisseling plaatsvinden met de cellen, wat we interne respiratie noemen. Hierbij geeft het bloed de zuurstof af aan de cellen en neemt het de afvalstof CO2 juist weer op. Er zit meer zuurstof in het bloed dan in het weefsel. Dus diffusie van hoog naar laag betekent dat de zuurstof naar het weefsel zal diffunderen. Andersom is er juist veel CO2 in de weefsels en weinig in het bloed. Dat betekent dat CO2 naar het bloed zal diffunderen. Vervolgens wordt CO2 voornamelijk getransporteerd in het bloedplasma. Vervolgens zal dat zuurstofarme, CO2-rijke bloed weer terugstromen naar het hart en daarna naar de longen. Hier vindt dan vervolgens weer de externe respiratie plaats waarbij nieuw zuurstof wordt opgenomen en CO2 wordt afgegeven. Vervolgens kan dat bloed weer door naar de cellen en zo herhaalt de cyclus zich eindeloos. Ben jij benieuwd hoe die cel de zojuist afgeleverde zuurstof nou precies gebruikt? ATP te maken. Bekijk dan de les over ATP en dissimilatie, oftewel hoe de belangrijkste brandstof van ons lichaam gemaakt wordt. Of ga verder met de les over de zuurstofdissociatiecurve. Bedankt voor het kijken.